Vijf jaar geleden hebben wij op twee daken bij ons huis een sedumdak aangelegd. Het eerste boven de fietspoort, een enkelvoudig dak met bitumen. Dat was bovenop helemaal zwart en dat is nu een heerlijke groene oase, waar ook nog een bloemetje staat. En die enerzijds mooi is, het geeft biodiversiteit, het geeft natuurlijk ook een stukje buffer van het regenwater. En een heel onverwacht bijeffect is dat het veel minder warm wordt in de zomer onder het, in het fietsenhok. Dus het heeft eigenlijk allerlei voordelen, terwijl we het vooral gedaan hebben omdat we het mooi vonden, omdat we het leuk vonden. En je kunt het goed zelf doen. Hier aan de rand kun je zien, het zijn plastic flats die we erin hebben gelegd. Het was vanaf het begin mooi, het vraagt heel weinig onderhoud. Een aanrader. Zoals heel veel huizen in de parken hebben wij ook een serre. En deze serre hebben wij ook met sedumdak, met sedumplaten belegd. Heeft ook een mooie buffer voor het water. Het geeft vast wel een beetje isolatie boven de serre, maar ja, die was al goed geïsoleerd. Maar wat het ook doet, is dat het wat groen geeft. En dat er zomers, als de zon hier aan het westen staat, deze niet op zwart asfalt alle warmte oppakt en de kamer instuitert, maar dat het de kamer ook wat koeler houdt. De kamer waar deze openstaande deuren in zijn. Ook hier plastic flats neergelegd op worteldoek en dan aan de rand grind afstrooien. Weinig onderhoud. Het is nog beloopbaar voor de glazenwasser of de schilder. Dus een ander voorbeeld van een sedumdak. Beide sedumdaken heb ik samen met een vriend in iets meer dan een halve dag gelegd. Het grootste uitdaging was om al die flats omhoog te krijgen naar de daken. Daarvoor hebben we een verhuissysteem gebruikt. Maar het is erg makkelijk zelf uit te voeren.